De naam Aton Narmide komt simpelweg van het samenbrengen van twee groepsnamen. Sarah had een ensemble dat heette Aton en ik had een ensemble dat heette Armide. En toen we besloten om samen te werken, hebben we gewoon die twee namen samengebracht. Donc le fait de travailler sur des différents instruments, en fait, pour chaque pièce, la pièce de Dan et la pièce de Fafchon, on l'a enregistrée sur le même piano. Mais donc le fait de travailler sur le piano de Debussy a créé une recherche particulière pour la pièce de Debussy. Als je dan die piano van Debussy hebt, dan zou het eigenlijk jammer zijn om ook niet op een instrument van die tijd te spelen voor de cello. Dan, het is een instrument van die tijd, maar ik bedoel, toen speelden ze met darmsnaren, dus het uiteindelijk idioot zijn om niet met darmsnaren te spelen. Omdat de klank van zo'n instrument matcht heel hard met die darmsnaren. Op een manier dat wij vandaag eigenlijk niet meer kennen. Het is echt een herontdekking, want onze oren zijn niet meer gewend aan die combinatie van darm met een piano. Terwijl als Debussy die muziek schreef, had hij wel die klank in zijn oren, ongeveer. Die voor ons muziek geschreven hebben. We wilden die in de bloemetjes zetten, eigenlijk door hun muziek op te nemen. Ze zijn alle twee componist, effectief, maar de ene, Jean-Luc, is ook echt uitvoerend muzikant, waarbij dat Daan veel meer componist pur sang is. En die twee linken aan een ouder muziekstuk helpt, denk ik, om hen te plaatsen in een soort internationaal kader en ook in een tijdskader, waardoor dat je nog meer beseft van waar dat ze vandaan komen en wat dat ze vandaag te vertellen hebben op hun manier. Le fil rouge et la couleur du son mais à travers différentes époques. Donc il y a la couleur chez Debussy, la couleur de l'œuvre de Jean-Luc avec mais vraiment plongé dans notre époque avec les préparations. La couleur de la pièce de Dan, avec ses sons propres aussi, ses notes préparées de notre manière. Oui. La recherche de couleurs. Ouais. Techniquement, le projet était également assez complexe parce que je ne voulais pas faire un duo violoncelle-piano habituel. Je ne voulais pas que ça sonne comme les grandes pièces, d'ailleurs comme il y a sur le disque aussi, la magnifique pièce de Debussy. Je voulais quelque chose d'un peu particulier et surtout, je voulais pouvoir utiliser les nouvelles techniques du violoncelle, spécialement la microtonalité, donc des intervalles plus petits que les intervalles qu'on peut jouer sur le piano et puis des timbres un peu curieux. Et c'était très difficile d'intégrer ça avec un piano tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai décidé de modifier le son de certaines notes du piano, pas beaucoup, une dizaine de notes, ça suffisait, par des moyens connus, hein, des moyens comme Cage, j'en utilisais, John Cage, ce qu'on appelle du piano préparé. Et de ce fait-là, ça permet que le piano sonne de temps en temps un peu curieux, un peu comme si ce n'était pas tout à fait un piano, et de se mélanger de ce fait-là avec les sonorités particulières, curieuses d'un violoncelle moderne. Alors pour ça c'était assez important pour pouvoir rendre ces qualités sonores, c'était assez important de pouvoir bénéficier d'un lieu d'enregistrement qui aurait été adéquat, on va dire, pas trop le studio habituel, mais plutôt un studio qui aurait des possibilités par lui-même, qui pourrait résonner avec les sons qu'on met dedans, et c'est pour ça que c'était tout à fait adéquat ici, et ça tombait bien de pouvoir l'enregistrer au studio 1 de l'ancien palais
la RTBF, donc la RTB en fait, c'est BRT, qui était le palais de Flagey, qui est très connu, le bâtiment du Honcre. Et c'est un studio qui est assez amusant parce que il est, c'est pourtant assez ancien, mais c'est très 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 visionnaire. Les murs sont couverts de colonnes qui ont plusieurs types de recouvrements et on peut les tourner pour avoir une sonorité plus ou moins réverbérante. Donc ça tombait assez bien. En plus, là, il y a une rondeur dans la pièce qui pouvait être bien rendue dans ce lieu. Nada is een stuk voor cello, piano en live elektronica dat ik geschreven heb in 2015. Het idee voor dat stuk is eigenlijk een paar jaar eerder ontstaan. Toen ik in 2013 een keer een bezoek bracht in Luik aan Centre-Henri Pousseur. Heel spontaan stelden ze mij daar eigenlijk de vraag, wanneer ga jij keer iets maken met electronics? En eigenlijk, ik had toen al een paar stukken gemaakt met Benjamin en Sarah. Ik had toen al twee composities voor hen geschreven. En ik stelde eigenlijk heel spontaan voor, eigenlijk zou ik het super vinden om iets te maken voor Benjamin en Sarah. Echt voor die uitvoerders. En live elektronica. Goed, en dat project heeft dan langzaam vorm gekregen en twee jaar later was dat zover. Ik heb Benjamin en Sarah altijd nieuwsgierige muzikanten gevonden. Die heel openstaan voor allerhande muzikale tradities. Benjamin speelt zowel schitterend barokcello op darmsnaren als modern instrument, als samenwerking met elektronica. Dat is gelijk allemaal geen probleem. Ik heb dat altijd iets fantastisch gevonden. Omdat ik vind dat je als componist, altijd als je samenwerkt met muzikanten die de hele traditie beheersen, die de hele traditie spelen en kunnen spelen en kennen, dat ze dat op een bepaalde manier altijd meenemen in de nieuwe muziek die ze spelen, nieuwe muziek die ze brengen. De techniek van een instrument helpt u altijd om dichter bij die muziek te komen, want de componist kiest specifiek voor die techniek omdat hij denk dat die techniek het dichtst het klankbeeld in zijn hoofd benadert. Dus pakweg Daan, op het moment dat we hoorden dat hij met elektronica werkte, was bijvoorbeeld ons tempo trager. Omdat die elektronica in dit geval breed uitgesponnen was, luid bij momenten. Dus dan speel je als muzikant ook anders, omdat je anders geïnspireerd wordt. Bijvoorbeeld bij Jean-Luc zijn muziek met die preparaties, waarbij dat je in het begin zelfs niet doorhebt, is dat hier nog een piano. Of is dat hier een soort uitheems oosters instrument? We dachten aan gamelan muziek bijvoorbeeld. Waardoor dat er weer een link was trouwens met Debussy, want Debussy was verzot op gamelan muziek. Even tussenuitjes. Maar als je dat hoort, dan ga je anders spelen. Omdat je anders geïnspireerd bent door een klank die je eigenlijk nog niet kent. En bij Debussy zijn piano en de darmsnaren was natuurlijk nog heftiger. Dat gevoel, omdat het gaat over kleuren dat we vandaag niet meer kennen. Dus in die zin helpt een instrument u echt om anders te spelen, zeker als de componist dat specifieke instrument bedoeld heeft. Ja.